Suriname heeft de eerste en de tweede plaats behaald op de Caribbean Girls 3D Virtual Hackathon. De groep De Girl Code heeft de eerste plek kunnen veroveren met FarmBuddies, een systeem waarmee boeren hun planten via het internet in de gaten kunnen houden. De tweede plek ging naar de groep Fusion Girls, die ook deel uitmaakt van de Surinaamse stichting Codets. Volgens voorzitter Julie Sundar, die te gast is in ons actualiteitenprogramma Onder de Loep, hebben de meisjes het project in 2 weken voorbereid. The product consists of sensors and actuators. So sensors you put in your farm, and it talks to the control that, for example, would be connected to a pump, and you can monitor and control your farm remotely over a simple mobile application. And the students developed this entire project within a 2-week time span for the finals of the And were they trained to do this? These students came out from our boot camp training. So the InnoStarter and the Codets boot camp, so they had some skills before they entered the competition. Volgens Theo Boomsma, manager van de Internet of Things Laboratory, hebben de meisjes GearTrax ontwikkeld, een systeem waarmee vissers hun netten of krabbenkooien ook via het internet in de gaten kunnen houden. Ze gaan focussen op de blue economy. Het zijn ook studenten What is geweest. blue economy? Blue economy is het behoud van de zee. De zeeën en alle economische activiteiten eromheen. Die worden bedreigd met vervuiling, netten, we noemen dat ghost gears. En hun solution is daarop geënt om trackers op netten te plaatsen. Als netten eigenlijk verloren raken, dan reageren die sensoren en dan nemen ze hun actie. En als men zo'n net vindt, kan men de eigenaar terugtraceren om een award te Dus claimen eigenlijk ga je of een boete uit te delen als het illegaal was. En vervuiling ga je ook, vervuiling van de oceanen ga je op deze Precies. manier En ook je tegen. voorkomt dat schildpadden en andere beesten in netten blijven zitten. We hebben heel veel visserij voor onze kust. En we hebben ook heel veel biodiversiteit in de zee daar. Dus we moeten daar voorzichtig mee omgaan. Maar waarom het de Caribische regio nog meer aanspraak is, dat zijn natuurlijk met hun diving, koraalriffen en dat is verschrikkelijk gezicht natuurlijk daar. Theo Boomsma, manager van de Internet of Things Laboratory. De winnaars zijn zaterdag bekendgemaakt. Een gedeelde derde plaats was voor Barbados en Trinidad en Tobago. De vierde plek is door Trinidad via een ander team ook ingenomen.